voorafgaand aan de vergadering is er de mogelijkheid om in te spreken. En zo beginnen we voorafgaand aan elke vergadering altijd, ook met de bedrading. Tot voor kort waren er geen aanmeldingen om in te spreken en ik mag ervan uitgaan dat het zo gebleven is. Is zo gebleven. Dank u wel. Dan kom ik bij de opening en vaststelling van de agenda en ik verzoek u daartoe te gaan staan voor het gebruikmoment van stilte. Dank u wel, dan is de vergadering geopend. Graag heet ik iedereen van harte welkom in deze vergadering, de aanwezigen op de publieke tribune daaronder begrepen, als mede aanwezige pers en ook de luisteraars en kijkers via Omroep Centraal. We noteren vandaag 28 januari en toch is het de eerste raadsvergadering in het nieuwe jaar. Dus ik kan toch niet nalaten om iedereen ook vanaf deze plek en voor zover het niet gebeurd is, een heel goed nieuw jaar, een heel goed nieuw raadsjaar te wensen. Ik kom bij de vaststelling van de agenda. De stukken heeft u ontvangen. Er zijn ook wat aanvullingen opgekomen. En u heeft ook kennis kunnen nemen van de besprekingen in de diverse commissies. Voorafgaand aan de vaststelling van de agenda kan ik al berichten dat het agendapunt 3, de beëdiging raadslid, is komen te vervallen. En ik zou willen vragen of er met betrekking tot de agenda van uw kant nog meer opmerkingen zijn. Even. Ik zie ze niet, voorzitter. Dank u wel. Harry, we zijn te breed. Meer opmerkingen zijn er niet. Dat betekent dat de agenda is vastgesteld en dat agenda punt 3 is komen te vervallen. Berichten van verhindering. De heer Fales, we hebben al geconstateerd dat hij al langer afwezig is in verband met ziekte. Ik denk dat het goed is om hier toch ook even te melden dat van de zijde van de raad ook wensen van beterschap aan hem zijn overgebracht. Recent is ook bericht ontvangen dat de heer Meulemeesters is verhinderd vanavond. En dat was bijna aandoenlijk om te lezen, want ook hij is geveld. En hij maakte excuses voor het feit dat hij niet aanwezig kon zijn. Wij zijn vanavond met 18 raadsleden. En tot slot is er nog de loting. En ik neem aan die 18. Die 3 zijn eruit. Die 3 zijn eruit. En die geeft aan dat wij beginnen bij de bespreekpunten bij de fractie van het CDA. En als het op stemming aankomt, dan beginnen we bij mevrouw Smits. De agenda overziend. We hebben het allemaal gezien. Het is een behoorlijk aantal agendapunten en per agendapunt zijn er ook nog heel wat onderdelen. Het is een hele lap aan stukken. Ik hoop dat we vanavond door de agenda heen komen. Het zou buitengewoon plezierig zijn omdat ik ontdekt heb dat ik maandagavond, wanneer we normaal gesproken de vergadering zouden voortzetten, er ook al in de agenda andere verplichtingen zijn in de avond. Ja, wat moet, moet. Dus als het anders wordt, wordt het anders. Maar daar was ik ook nog verwacht als gastheer van een groter gezelschap. We gaan het beleven vanavond. Ik stel dan ook maar voor om heel snel te beginnen. Agenda punt 3, niet